Nou, ik ben Jens, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Roosendaal en ik woon op het moment in Amsterdam. Tot mijn 13e of 14e wist ik niet echt wat ik wilde doen. Toen ben ik eigenlijk naar een open dag van het Graaf Lyceum gegaan, want ik wist nog steeds niet helemaal wat ik wilde. En toen kwam ik een cameraman tegen en toen ben ik met die cameraman in gesprek gekomen. En toen vervolgens heeft die man me eigenlijk overgehaald om camera te gaan doen. En toen ben ik op het Graaf Lyceum gekomen en toen kwam ik eigenlijk achter dat ik veel beter was in regie dan in camera. En de camera montage, dat doe ik nog steeds, maar dat doe ik dus nu om gewoon de techniek te leren. Ik had vroeger altijd wel, had ik altijd een hele rijke fantasie en had ik altijd heel veel verhalen. Alleen ik realiseerde me pas op latere leeftijd dat ik dat met film kon laten zien. Dat was bij mij nooit echt opgekomen van, oh, ik ga die verhalen filmen. Dat is pas op een latere leeftijd realiseerde ik van, oh, misschien is dat wel een goede manier om mijn fantasie of ideeën naar buiten te brengen. Mijn eerste succes was denk ik met de film Premier, want daar hebben we eigenlijk, dat was de eerste film waar we echt de competitie mee hebben gewonnen. Daarvoor hadden we dan nog Dwaze Zaken en daar waren we runner-up mee, maar Premier was de eerste film die echt viral ging in Nederland. Dus ik denk dat dat wel mijn eerste succes was, want daar, dat is de eerste film waar mensen mijn naam van zouden kunnen kennen. Nou, ik moet zeggen, we hadden dus, met Breda hadden we dus heel mijn team vervangen. En vervolgens kwamen we er eigenlijk achter dat we best wel goed deden. Dus toen dachten we, nou weet je wat, we doen in Rotterdam mee. En toen hebben we eigenlijk ons team helemaal uitgebouwd. Dat heb ik samen met Remy Sambo gedaan, de acteur, die heeft dus toen de mensen ook uit zijn netwerk gehaald. En toen we die twee teams samenvoegden, toen kregen we opeens een heel sterk team, dus ik wist niet wat er zou gebeuren, maar ik wist wel dat er iets goeds zou gebeuren. Na het jaar erop had ik niet verwacht dat we zouden winnen, want het waren veel meer mensen en ik was eigenlijk ongeveer 60% van mijn team kwijt. En ik heb dus mijn team zo goed als nieuw op moeten bouwen. En toen had ik een aantal mensen bij elkaar en van sommigen wist ik, meestal had ik allemaal uitgevogeld wel wat ze konden en wat ze niet konden, maar bij sommigen wist ik het niet, dus het was een beetje een verrassing. En toen wonnen we opeens nog een keer, dus dat was wel heel erg tof. Maar ik had het niet verwacht dat we die nog een keer zouden winnen. Tussen The Because I Love You en I Have Been For A Long Time. Ja. En dan mag je dus naar Amerika. En dat is gewoon dat je met je film überhaupt al in Hollywood draait is al heel wat. En als je dan ook nog daar dus de wereldfinale wint, dan weet je eigenlijk niet wat je moet doen. Maar het interview is ook echt verschrikkelijk als je hem terug hoort, want ik had het totaal niet verwacht en dan vervolgens moet je naar voren en dan sta je daar en dan moet je wat zeggen. Nou, ik denk dat ik heb gezegd dat mijn Engels niet zo goed was en dat je hier iets hebt. Ik denk dat dat mijn speech was, maar ja. Privé heeft het eigenlijk niet heel veel gedaan, alleen dat je wat meer bekendheid hebt. Professioneel vlak heeft het wel meer gedaan, omdat je ook bekendheid, dat je naam voorbij komt en dat ze je films zien. En alles is veel makkelijker. Als ik nu een korte film wil bij elkaar wil halen en ik heb geen geld, dan maakt het niet heel veel uit. Terwijl daarbij mijn eerste films was het heel veel werk om maar iets bij elkaar te krijgen. Ik heb een aantal mooie herinneringen, maar ik denk dat toch... Je hebt natuurlijk allemaal altijd kleine dingetjes op de set die je nooit vergeet met gewoon je teamleden. Want zo 48, je wordt wel heel hecht met elkaar. Maar buiten dat denk ik dat... Ik vond LA heel tof om daar te zijn en vooral toen we wonnen. Omdat ik was toen 20, dus ik mocht nergens binnen. En dan heb je een prijs en dan opeens dan interesseert niemand meer iets hoe oud je bent. Dan mag je overal binnen en dan iedereen die daar is, is acteur. Dus ze vragen allemaal van ja, wil je als je acteur nodig hebt. En zo kom je eigenlijk, is opeens heel die stad die klapt dan open op het moment dat je zo'n prijs hebt. En dat is wel heel tof om mee te maken. Ik zou heel graag een internationale serie doen. Ik ben ook bezig met het script nu voor een internationale serie. Alleen de vraag is altijd hier in Nederland of dat je het geld bij elkaar kunt krijgen. We moeten nu eigenlijk partijen buiten Nederland zoeken, productiebedrijven, om er mee aan te willen werken. Maar ja, dat is altijd een heel gedoe. Dus misschien gaan we binnenkort een keer een pilot draaien er alleen van. Maar dat is tenminste iets wat ik heel graag zou doen, een serie. Je moet gewoon durven iets te doen en dat is eigenlijk de truc en de juiste mensen om je heen vinden. Want je kan het niet alleen.